Lege flessenactie moet helpen bij inkomstenderving. Sinds de coronamaatregelen is de kinderboerderij De Maten in Apeldoorn dicht. Hierdoor zijn de inkomsten een heel stuk minder geworden. Er werden kinderfeestjes gehouden, er werd koffie verkocht, er werd soep verkocht, er werden knuffels verkocht. Nou, dat zijn allemaal geld dat er nu mislopen doordat we geen bezoekers hebben. De kinderboerderij is daarom een lege flessenactie gestart om die tekorten met dat geld weer aan te vullen. We hebben samen met een regionale supermarkt, met supermarkt Koop, hier in de buurt, hebben wij een statiegeldactie bedacht. Dus wij leveren statiegeld bij hen in, of mensen kunnen statiegeld inleveren. Dan druk op een knopje voor het goede doel, dan wordt het verdubbeld door de Koop en dan gaat het naar ons toe. Remco nam zelf het initiatief om een deal met een supermarkt aan de Snijdersplaats in de wijk De Maten te sluiten. Hoe hoog is de financiële druk eigenlijk? Ja, gelukkig krijgen we ook geld van de gemeente, dus het ziet er niet uit dat we failliet gaan. Maar dus, ik moet toch een beetje denken aan Artis. Hè? Je krijgt toch iets minder geld binnen door de coronacrisis. En je verwacht dan gewoon door andere acties wat meer geld binnen te krijgen. En zo doen we nu de statiegeldactie en dan kijken we wat geld dat we mislopen toch een beetje recht kunnen trekken. En als u de actie wil ondersteunen, dan heeft u nog genoeg tijd om dat te kunnen doen. Tot en met eind maart, dus eigenlijk tot 1 april, duurt de actie. En we hopen dan op een heel mooi bedrag.